Video van Gele Beest. Vandaag gaan we weer een nieuwe video opnemen. Vandaag 5 weetjes over menselijk lichaam. Want heel veel mensen denken het lichaam heel erg goed te kennen. Ja, ik bedoel, we zijn er elke dag mee samen. Maar toch is dat niet echt zo. Want een heleboel dingen zijn die weten de meeste mensen nog niet. Nou, laten we beginnen met nummer 1 van de 5. Nummer 1. Jen, ja, het klinkt raar. Je hebt steeds minder botten in je lichaam zitten. Het klinkt echt raar. Want je zou zeggen, je krijgt denk ik steeds meer botten. Maar je krijgt juist steeds minder botten. Als je geboren wordt, heb je ongeveer 350 botten. En als je ongeveer volwassener wordt, begin je meer dan iets van 106 te krijgen. Wat? Dat is meer dan 100 minder, hè? Bedenk eens, dat komt doordat je ik heb nog nooit op de wc een bot in de wc zien liggen of zo. Maar ja, het is dus echt waar. Nummer 2. Dit weet je niet van mensen, maar veel mensen hebben een soort van halve maatje onder hun vinger. Ik tenminste wel. Nou, veel mensen weten dat al. Alleen, veel mensen weten al dat je die kleine maatjes hebt. Maar, nou, wat veel mensen niet weten, is dat ze heel erg veel uit verschillen van je gezondheid. Als je op al je vingers blauwe halve maatjes hebt, dan ben je helemaal goed. Als je op maar een paar vingers of helemaal geen maatjes op je vingers hebt, dan kan je het zijn op een wat lagere bloedsomloop of wat minder goede hartslag, ik weet het ook niet. Maar zoiets in de richting. Als die halve maatjes allemaal blauw zijn, heb je groot kans op diabetes. Welk type, want voor mensen die niet weten, je hebt diabetes type 1 en type 2. Welk type, maakt niet uit. Maar ik weet het niet. Ik weet het allemaal niet zeker hoor. Je moet niet alles, maar dan ook alles geloven wat ze op Google en op YouTube zeggen hoor. Nummer 3. Iedereen ziet toch dingen? Nou, veel oudere mensen weten dit al, maar wat veel jongere mensen niet vaak weten, is dat iedereen blind is. Ja, ik zie nu niks, maar ik zie nu wel. Want alles, eigenlijk kan iedereen heel slecht zien. Ziet iedereen alles in het heel erg donker. Je hersenen zetten alles, alle donkere, wat je eigenlijk officieel ziet, af in licht, zodat je alles goed kan zien. Anders waren mensen gewoon blind geweest. Dus hersenen maken echt heel erg veel mee in ons leven. Nummer 4 was het ook alweer? 4. Iedereen is toch... Je bent toch... Iedereen heeft zijn eigen kracht. En iedereen heeft zijn eigen kracht. Er zijn... Veel mensen zeggen, jee, ik heb een sixpack. Nou, veel mensen, er zijn weinig mensen met een sixpack. Maar niet thuis. Iedereen heeft een sixpack. Het wordt verstopt onder je vet. Want als je heel erg veel sport, traint, opdrukken, dat soort dingen. Zo. Als je heel veel traint en heel sterk bent, dan gaat dat vet oplossen, zodat je de sixpack kan zien. Maar bij veel mensen zit dat vet nog niet opgelost. Dus eigenlijk heeft iedereen een sixpack. Ja, dan kan het zeggen. Jee, ik heb een sixpack! Ja! Nummer 5. Dit is al de laatste. Nummer 5 zijn we alweer beland. Nou, je hebt toch vingers? Ja, iedereen heeft vingers. En als je geen vingers hebt, dan kan je ook geen halve maatjes hebben. Dus dat betekent dus dat je een lagere... Laat ik zeggen, lagere bloedafdrukken of zo. Maar als je vingers hebt, ja, iedereen heeft vingers. Ja, als je vingers zijn afgebeten of zo. Maar als je, ja, iedereen heeft vingers. Je hebt toch je vingers?
Dit zeg ik nu al zo vaak. Gillebeest, word even normaal. Ja, oké. Vingers. Je hebt vingerafdrukken. Iedereen heeft een speciaal vingerafdruk. Maar weet je dat je na een vingerafdruk ook een tongafdruk hebt? Ja. En het grappige is, dat is veel unieker. Wacht eventjes. Ik wil een uniek vingerafdruk. Ja, dat was het alweer. Het gaat al lekker hier. Ja, de 5 weetjes over het menselijk lichaam zijn al gereed. Wacht eventjes. Heb ik blauwe nagels? Jee, ik heb geen diabetes. Want ik heb een blauwe nagel. Blauwe halve maandjes, weet ik veel. Nou, ik heb zo warme vingers. Dus, jee, ik heb ook geen lage bloedafdruk. Lage. Ik weet het niet. Maar, ja, ik heb ook een tongafdruk. Kijk maar. Zo, mijn tongafdruk is gezet. Ja, laat ik het niet meer zeggen. Dit was de video. Ik vind het een leuke video. Ik word helemaal gek. Dit was de video. Ga je nou weer dit doen? Dit was de. DIT. Nee, dat kunnen we kijken vaak niet meer. Dit was de video. Hopelijk dat het een. Serieus? Dit was de video. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Ja, hier beneden of hier of daar beneden. Ik weet het niet. Het ligt eraan hoe mijn camera staat. Hier beneden of daar beneden. Ik weet het niet. Maar ja, abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik zie jullie later, baas. Doei.